Het Surinaams Standaardenbureau, SSB, heeft vandaag informatie gedeeld met de media over de nationale kwaliteitsinfrastructuur en hoe het bureau deze heeft geïmplementeerd. De mediasensibilisatiesessie vond plaats met de ondersteuning van de CARICOM regionale organisatie voor normen en kwaliteit CrossQ. Tanwir Hassan Khan, Deputy Director Operations SSB, zegt het belangrijk te vinden de samenleving op de hoogte te houden van de kwaliteitsinfrastructuur. Kwaliteitsinfrastructuur houdt in meer met het basis is het ontwikkelen van standaarden, de conformiteitsbeoordeling en accreditatie. En als we kijken naar de rol van SSB, dan hebben wij wettelijk de mandaat om in Suriname al deze drie aspecten te realiseren. Reshma Koldeep Singh, minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, zegt dat er een nationaal kwaliteitsbeleid ontwikkeld moet worden. Dat zal leiden tot algemeen welzijn van ons land. Het nationaal kwaliteitsbeleid is noodzakelijk voor effectieve handel en de ontwikkeling van een nationale kwaliteitscultuur in Suriname. Wat zal leiden tot het algemene welzijn van de gehele natie en ecologische veerkracht voor toekomstige generaties. Dit zal worden bereikt door het ontwikkelen en faciliteren van het gebruik van een toegankelijke, betaalbare en internationaal erkende en vraaggestuurde kwaliteitsinfrastructuur. Het Nationaal Kwaliteitsbeleid in samenhang met het beleidsontwikkelingsplan komt de verplichtingen van de regionale en internationale handelsovereenkomsten na en is afgestemd op het regionaal kwaliteitsbeleid. Dat wordt bevorderd door de regionale organisaties voor standaarden en kwaliteit, CrossQ van CARICOM. De bewindsvrouw benadrukt dat elk individu de verantwoordelijkheid draagt voor het behouden van kwaliteitsinfrastructuur.